Sridhar. But the three of the hair bisusar and the honorarium and all that sort of zaken heeft de heer Shang het over gehad. Hoeveel functies waar? Al die overeenkomsten willen we zien, niet alleen van hem, maar ook van die andere mensen. Maar ook van de andere leden. Ik schrik, man. Wat ik lees, voorzitter. Net als bij de heren, nu recent, door deze regering, Hellings en Gentle op non-actief waren gesteld. Schorsing was daar gekomen. Dat eis ik ook, dat de hele directie en de RVC van SLM gelijk op non-actief en geschorst worden, voorzitter. Meneer De Haan, mevrouw Jessere. Nee, de directie en ja. Prescom. Ja, 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 we okay. gaan geen namen zo noemen. Ja. Links, ja, okay. rechts, slinger. Dat is publiekelijk, ja. toch? En daarbovenop dat deze functionarissen een verbod komt dat ze het land niet verlaten. Let u daarop. Dat willen we concreet weten. Want morgen, als het onderzoek iets anders uitbrengt, dan moet het niet zo zijn. We kunnen ze niet vervolgen, want ze zijn naar het buitenland. Ik ondersteun de oproep van de fractieleider van de NDP dat we inderdaad een uitreisverbod moeten instellen, voorzitter. En datgene wat we gewend waren in de jaren 80, voorzitter, huisarrest, dat we dat doen, voorzitter, omdat wij weten dat thans een gewezen minister van Financiën en een gewezen governor van de Centrale Bank op de vlucht is, voorzitter. En om te voorkomen, voorzitter, dat straks wanneer een onderzoek blijkt dat mensen zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen, activiteiten, voorzitter, gedragingen die strafbaar zijn, dat we die mensen wel kunnen vinden, voorzitter. En niet dat de rechterlijke macht haar werk daar doet, voorzitter, dingen uitzoekt en puntje bij paaltje, wanneer het aankomt op berichting, voorzitter, dan is de verdachte of de crimineel niet te vinden, voorzitter. Voorzitter, laat mij u aangeven dat ik voor een deel kan meegaan met de verklaring welke hier is gegeven door de regering, voorzitter. Voorzitter, ik vind dat de klok tikt, voorzitter. Ik vind dat dit land in crisis is. Ik vind dat de regering deze samenleving een aantal dingen heeft beloofd, voorzitter. Voorzitter, waarom gaat de regering een commissie instellen, voorzitter, om het onderzoek te doen? Voorzitter, het Openbaar Ministerie is bij uitstek de aangegeven instantie, voorzitter, die het onderzoek moet doen. En wij vragen de regering, voorzitter, om dat te doen, voorzitter, en niet een ander pad te bewandelen. Maar we doen ook een oproep, voorzitter, aan het Openbaar Ministerie om uit eigen beweging ook, voorzitter, en niet te wachten, maar ook uit eigen beweging, voorzitter, een onderzoek te starten, voorzitter, naar wat er precies gebeurd is, voorzitter. Voorzitter, recht of krom, dit wil die samenleving niet. En regering, ga je één ding zeggen, u leidt verschrikkelijk veel imago-schade. Vicepresident, uw regering leidt heel veel imago-schade. U hebt iets beloofd aan die samenleving als regering. En dit hebben we niet beloofd. Dit hebben we niet beloofd. Wij als parlementariërs hier hebben de taak om de regering te controleren. De activiteiten van de regering te controleren. Het budget van de regering goed te keuren. Maar RVC-leden hebben ook een taak en een verantwoordelijkheid om de leiding van het bedrijf onder een toets te brengen. Om activiteiten van het bedrijf onder ogen te zien. Om zaken goed te keuren of afkeuren. Hoe kan een president-commissaris bij een bedrijf aan een eigen bedrijf gunningen doen toekomen? Hebt u regering daarvoor een commissie nodig om dat te onderzoeken? Hebt u een commissie nodig om te onderzoeken? Iemand die bij de president raadsadviseur is? Iemand die in de managementteam zit? Iemand wiens naam genoemd en de bedrijf zijn naam genoemd wordt, dat hij zoveel geld ontvangt? Is daarvoor een commissie nodig? Regering, ik vraag u alstublieft het vertrouwen dat u nog heeft van die samenleving. En u heeft vertrouwen van die samenleving. Toch? Niet omdat er geen ander alternatief is. Dat wij zaken moeten uitstellen. Uitstel is niet goed. Die samenleving die kijkt naar ons. En die samenleving wil actie hebben. En die samenleving verwacht dat vandaag het parlement de regering zo ver kan brengen. Dat inderdaad het besluit komt. En dat morgen of vandaag zelf die uitreisverbod ingaat. Dit kan niet. Want wij gaan als jokers overkomen. Ook het parlement en u ook als regering. We gaan als jokers overkomen. En we willen niet als jokers overkomen. Omdat de toekomst van dit land in ons handen ligt. En wij moeten dat niet verkwanselen. Dank u wel. Dank u.